jaar geleden zijn we met de 4 Almelose scholen, Pius X, Canisius, het Erasmus en het Noordic, begonnen met de toenmalige Sound Mix Show. Van die organisatie zitten nu 2 mensen, collega Hudepol en ondergetekende, nog steeds in de organisatie, aangevuld met muziekdocenten van de andere scholen. En we doen dit dus al voor de 23e keer, waarvan 22 keer in het theater, in het theaterhotel. En deze speciale coronaversie, die is dus, wordt dus nu helemaal online opgenomen. En nu maken we gebruik van Studio 15 voor de uitzending straks. Ja, want het gaat dit jaar echt wel een beetje anders. Ja, wat maakt het zo anders allemaal? Normaal gesproken hebben we altijd een workshopdag. Dan komen de leerlingen een hele dag hier in Studio 15. En dan krijgen ze zang en theater en podiumperformance coaching. Dat hebben we nu vanmorgen gedaan. Daarnaast hebben ze dan een bandrepetitie. Dat is weer op een aparte zondag. En ook dat is er vanmorgen achteraan gekomen. En straks vanmiddag gaan we dus live naar de finale, waar de jury ook bij aanwezig is. Dus alles wordt hier vandaag in Studio 15, ja, achter elkaar opgenomen. Ja, de eerste mensen waren hier vanmorgen om 6:45. En we hopen vanavond rond 6:00 de juryuitslag klaar te hebben. Die blijft dan nog even geheim tot vrijdag 25 september. Want om 7:00 kunt u op AA-visie dan ook de hele show en de juryuitslag zien. Juist, en dan pas wordt ook bekendgemaakt wie die Voice of Almelo dan gewonnen heeft. Ja, Emma Bourtin, de winnares van vorig jaar, die is vandaag aanwezig. En die gaat ook een gastoptreden verzorgen. En zij zal de beker overhandigen aan de nieuwe winnaar. I didn't know.